Leo en Ina. 25 jaar ontwereld en wat ons betreft mogen daar best wel een fix aantal jaren bij komen. En vooral in goede gezondheid. Jullie zijn kampeerders. Elk jaar met de caravan, ik dacht naar Zeeland. Er zit bijna de top van het bestuur, namelijk de voorzitter en de penningmeester. Dus die munten die je daar gaat kopen, die zijn gewoon goud waard. Leon. Je had het ooit kunnen denken dat de gemeenschap als Molo zo groot zou worden, dat er zo'n groot gemeenschapshuis nodig zouden hebben om te voorzien in een functie in ons dorp. Dit gebouw, gebouwd in 1976, dat was de bouwbedrijf de Broeders Bouwhuis uit Plasmolen. Gerrit en Toon waren zo'n beetje de bevers van het dorp. Mensen van het eerste uur waren natuurlijk Jos van Bommel, Toon van Tevelen, Willem van Goeten, Piet Thijssen, Theo Vos, Anne van Stokken, Kees van Vught, Tini van de Nieuwenhuizen, Willemij, Johan Meijkhorst en nog vele, vele anderen hebben ervoor gezorgd dat dit gebouw een bestaansrecht kreeg hier in Molo. Natuurlijk onze eigen huisband, de Leurneutels. De thuisband is een paar keer geweest. Keizerstad Drive-In Show was hier te gast. De Hopburg Big Band speelde hier. En een van de beroemdste wijnorkesten ter wereld, Kleintje Pils, twee keer hier geweest, nu al jarenlang de muziek bij alle schaatse evenementen, Olympische kampioenschappen en noem maar op. En natuurlijk ook haar meneer Erika was hier te gast. En ook vele, vele andere muziekgezelschappen. Huurders van het eerste uur. De tafeltuinersvereniging DTS. En natuurlijk ook de Meulenwiekers, de carnavalsvereniging. Maar ook Molenhoekdag is niet weg te denken zonder de wieken. En wat dacht je van de toneelvereniging Molenhoek, die hier jaarlijks hun optredens en uitvoeringen doet? Maar ook de miljardverenigingen, de SCR, de DSM, de JSM en de HZB's. En noem ze maar op. En ook de Meulenblazers. Zij beschouwen dit als hun thuishaven. En natuurlijk ook de KBO. De biermerken, voordat u het niet meer weet. We begonnen ooit hier met Heineken. Dat was het. Toen net het dommels. En nu zijn we in handen gevallen van Jupiler. Maar het smaakt ons allemaal even best. De kerst in, half vaste bal, rommelmarkt in, ringdrives onder andere toen onder leiding van Kees. Spierings en Uren onder leiding van Jode Groot. Op Britsje, de grote club, de line dance, de eettafel is er en natuurlijk de Sint-Nicolaas en de carnaval. Ook dit gebouw werd ooit een keer gevormd door het leger. De wateroverlast was de middelaar en in Plasmolen en in Boom noopte ertoe dat het leger moest ingrijpen. Er was geen betere uitvalsbasis als dit gemeenschapshuis. Gemeenschapshuis, zij zijn de enigste die hier ooit geslapen hebben. Wereldkampioen was die. Europees kampioen, meerdere malen. Ook wereldkampioen, meerdere malen. En Belgisch kampioen. Niemand minder dan Raymond Keulemans heeft hier zijn miljardkunst laten zien. En ook de leading girl van een van de meest succesvolle Nederlandse bands toen de tijd, Earth and Fire, Journey Kaagman, heeft hier op het podium staan. Het zijn maar sommige dingen die ik hier in mijn hersens even naar boven heb gehaald, waarvan ik denk dat ik weet dat ze waar zijn. Of dat zo is, dan laat ik maar in het midden. Ik wens u allen een heel geweldige avond. Met muziek van twee ontiegelijk goede mensen. En van de presentator van vanavond, niemand minder dan Peter Leeseman. We hebben namen gezien als Constella en ik ben het op te zoeken, Hans. Ik ben het op te zoeken en ik heb gezien Contessa, dan krijg ik meteen bij Google modeschoenen. En bij Constella kwam ik Darmkramp tegen, een middeltje tegen Darmkramp en ook het werk laxerend.
allebei niet goed in mijn ogen. Daarom heb ik me gefocust op jouw eerste naam, Hansjo. Je naam is Hans en je geeft een geweldige show. Dames en heren, een applaus voor DJ Hansjo. Het is een feest van de wieken. 40 jaar wieken hier op deze locatie, dames en heren. En dat vind ik fantastisch. En daarom denk ik ook dat het een grandioos feest is dat we hier dadelijk twee live bands hebben. Er was suikerspin te veel en te veel voor alle kinderen. Die liggen daar nog een bed te stuiteren. En ook morgen zal de wieken denken aan alle oudere inwoners van onze gemeenschap. En zij hebben een feest weer op hun manier. Daarom, dames en heren, denk ik dat het een heel mooi moment is om een applaus te laten horen voor het bestuur van de wieken, Leo en Ina van de wieken en het personeel van de wieken voor deze fantastische feestweekend. Dat zou eventueel kunnen, want ik mag mezelf ooit een aantal jaar nu president van de carnavalsvereniging de Meulenwielers noemen. Expres een witte blouse aan, want dat is natuurlijk de outfit van de Meulenwielers. Maar daar gaat het nu niet om. Ik ben niet de Meulenwieker, maar ik wil wel namens de Meulenwieker zo de wieken feliciteren. Het bestuur en het personeel, uiteraard Leo en Ina, voor 40 jaar wieken. En ik hoop dat we nog heel veel jaar aan vast mogen knopen. En toch zijn het wel weer bekenden. Het kan zomaar uw buurman zijn. Het kan zomaar de vriend uit Moog zijn. Er zit er namelijk één bij, die heeft in mijn ogen een van de mooiste huizen uit de hele omgeving hier. Daar staat een gigantisch logo van NEC op. Dus die kan bij mij ook wel geen kwaad. En ik zou zomaar de zanger, gitarist kunnen herkennen. Want hij schijnt een burgervader te zijn in onze eigen gemeente. Dus daarom, dames en heren, een geweldig applaus voor de Mill Corner Blues Band, waar onze burgemeester de zanger van is. Ja, beste mensen. Ongelooflijk leuk om vanavond dit hier te mogen. Van harte gefeliciteerd het bestuur, maar eigenlijk heel Molenhoek met 40 jaar de wieken. En ook van harte gefeliciteerd de beheerders Leo en Ina, die dit ook al 25 jaar doen. Mag nog wel een keer geapplaudiseerd worden. Ik vind het veel leuker, dat was het idee en heb ik met Maurice doorgenomen. Ik zou het eigenlijk heel leuk vinden om met muzikanten te spelen uit Molenhoek zelf. En ik moet zeggen, ik ben eigenlijk overdonderd door de kwaliteit die hier aanwezig is. Want ik kan mijn gitaar kan ik eigenlijk rustig laten staan. Daar heb ik een Mookse muzikant voor gevraagd. Ik ga ze straks allemaal voorstellen. Maar wij beginnen na 40 jaar de wieken. En fijn dat jullie hier allemaal vanavond zijn om dit samen met ons te vieren. En morgen met de senioren, morgenmiddag, maar vanavond, let's party. En als een gemeenschapshuis zoveel jaar bestaat, zijn er altijd wel mensen die er vanaf het begin bij betrokken zijn geweest. Jan Willems was zo'n persoon. Een aantal van u zullen hem nog gekend hebben. En al in het oude dorpshuis zwaaide hij de scepter. En daar komt een manneke van zo'n jaar of 15 in beeld. En dat manneke van toen 15 jaar, wil ik samen met zijn Ina hier op het podium hebben. Leo en Ina. Leo en Ina, maar voor velen ook Ina en Leo. Welkom op het podium van de wieken. En ik weet dat jullie hier helemaal niet zo heel veel zin in hebben. Maar toch, maar even. Beste Leo, al in het oude dorpshuis speelde jij zo'n beetje al het mannetje van alles. En dat allemaal bij Jan Willems. En je zat er bovenop, want je vader werkte, wie kent de naam nog, bij de Bloemenhoven, want je had rikken. Dat klopt ook, hè? Ja. Toen op 10 december 1976 de eerste spade voor de nieuwe wieken de grond in ging, is Leo daar ongetwijfeld bij in de buurt geweest. Op 1 oktober 1977 werd de wieken geopend. Tellen wij vooruit, dan vieren wij dan nu ook jullie 25 jaar jubileum als beheerder, zeg maar. Ik spreek, substantieel hebben bijgedragen aan dit gebouw dat wij nu hebben.
maar niet alleen aan het gebouw, maar ook aan alle sociale activiteiten die hier plaatsvinden. En dat zijn er vele. Van handwerken tot carnaval en ook veel meer. Er wordt wel eens gezegd dat Leo een ietsje meer zou kunnen lachen. Maar dan begrijp ik niet waarom de spaarkastvereniging de lachende Leo heet. Leo en Ina, 25 jaar onze beheerders. En wat ons betreft mogen daar best wel een fix aantal jaren bij komen. En vooral in goede gezondheid. Jullie zijn kampeerders. Elk jaar met de caravan, ik dacht naar Zeeland. Henk geeft de envelop aan Ina, waarom, dat weet ik ook niet. En dan geeft... Nee, dan krijgt Leo de bloemen niet. De bloemen gaan ook naar Ina. En dan hebben we het goed verdeeld zo. Jongens, nogmaals een applaus voor Leo en Ina. Mede van de fotograaf van onze carnavalsvereniging, maar ook van de toneelvereniging hier en de fotoclub binnen de winkel. Dus Richard, zou jij een foto willen maken van het gigantische bestuur die dit feestweekend voor ons georganiseerd heeft? En een applaus vanuit de zaal. Dankjewel!